Na 24 jaar komt er een einde aan de periode voor Martin Haar bij AZ. Hij wordt bedankt voor bewezen diensten. En hij zit vandaag dus voor het laatst op de bank bij Jong AZ tegen de Graafschap. Jong AZ thuis. En hier zijn de jongelingen in de aanval. En komt de bal zomaar voor de voeten van Mees Hoedemakers. En die krijgt zoveel tijd en ruimte om uit te halen dat hij maar besluit de 1-0 binnen te schieten. Na iets meer dan 3 minuten 1-0 tegen de Graafschap. Dat nog moet winnen om aanspraak te kunnen maken op de geldprijs die hoort bij de vierde periode. €53.000. Dan is het wel afhankelijk van Jong PSV. Dat moet dan punten laten liggen tegen Fortuna Sittard. Ja, je knippert even met je ogen en het staat alweer gelijk. Vroeg in dit duel 1-1. Doelpuntenmaker Fabien Serrarens. Hij kan die bal zo binnenprikken. Een doelpuntrijke openingsfase dus. Tegen Jong AZ. De Zidane mislukt. Een vrije trap gegeven door Stan Teube. Vrije trap voor de Graafschap. Afspraken worden al gemaakt. Wie gaat hem nemen? Koen Bukker in actie wellicht op deze inzet van Mark Diemers. Wat een prachtige vrije trap. En wat een mooie 2-1 voor de Graafschap. Prima aangesneden over de muur. En via de binnenkant van de paal is het aan raak. 7 wedstrijden ongeslagen. 6 keer op een rij gewonnen de Graafschap. Het is dus de ploeg in vorm. Gezien ook de stand in die vierde periode. Serrarens probeert het van afstand. Dan de tweede helft. Buiten de doelpunten viel er niet heel veel te beleven. Bakker laat het over aan Koreniuk. Danny Landsaat ziet het allemaal gebeuren. De hoekschop dan. Afgeslagen bal. En een poging van ver leidt verder tot niets. Inzet van Church. Van Miechem pikt de bal op. De clubtopscorer van de Graafschap. Dit ziet er veelbelovend uit. Serrarens. Ja, dit moet toch de 3-1 zijn. Dit kan je met rust een blunder noemen. Van Serrarens. Bakker. Actie van Jamie Jacobs. Jacobs heeft tijd om uit te halen. En nog een redding van Filip Bednarek, de keeper van de Graafschap. Van Miechem wil ook zijn doelpuntje meepikken. Maar niet op deze manier. En zo gaat het in de afronding mis in de tweede helft bij de Graafschap. Kurban. Ingevallen. Hij heeft ruimte voor een voorzet. Daar is de controle bij Mees Kaandorp. En daar is de treffer. 2-2. Maar was het Hens of niet? Een jong AZ hebben ze haast. Ze willen Martin Haar nog een mooi afscheidscadeau geven in de vorm van 3 punten. Maar daar is de herhaling. En daar ruikt het. Nee, daar stinkt het naar Hens van Mees Kaandorp. Het wordt niet gezien door Teube, de scheidsrechter. En dus is het 2-2. Bij de Graafschap weten ze dan dat Jong PSV punten aan het verspelen is tegen Fortuna Sittard. Een doelpunt, een overwinning, levert dus €53.000 op. En in de slotfase is er dan spanning. Serrarens in de 90ste minuut pegelt hard over. Ingooi. Komt bij Serrarens uit. Die heeft heel veel tijd en ruimte om de vrijheid uit te kiezen. Voor Anthony van der Hurk, maar hij ziet zijn inzet gekeerd worden door Koen Bukker. Een punt lijkt het maximaal haalbare voor Martin Haar vandaag in zijn laatste wedstrijd voor AZ. Afgeslagen corner nog. Het is nog altijd niet over, vindt Stan Teube. En dus nog een laatste kans voor de Graafschap. Hier is het Anthony van der Hurk, die legt een pan klaar. Maar Migenti Abena krijgt de bal wel tussen de palen, maar die wordt weggetikt door Justin Bakker. En zo eindigt Jong AZ en de Graafschap in 2-2. De Graafschap kan zich gaan opmaken voor het playoff duel met Telstar. Maar het verspeelt €53.000 vandaag.